hij komt, hè? Ja. Ik hoop het. Ja. Het Sinterklaasjournaal was er nog niet heel erg duidelijk in. Alleen komt hij in Almelo dit jaar niet aan met de boot. Wat vinden jullie daarvan? Nou ja, tegenwoordig moeten we ons allemaal aanpassen, toch? Sinterklaas zal ook al een keer niet de boot meenemen. Kan ook een keer met de trein. Ja. En jullie weten vast dat hij aankomt met de koets. Met een koets? Ja. Het is een Royal Highness, hè? Ja. Precies. Voortgetrokken door een paard natuurlijk, hè? Ja, dat moet wel. Zo snel moet natuurlijk wel mee. Gaan jullie zelf het nog kijken als jullie kunnen? Als we het kunnen redden, gaan we waarschijnlijk wel even kijken, ja. Ik vind het jammer dat er zoveel gedoe over iets wat zo simpel was vroeger. Dat, ja, erg jammer dat het zo gaat. En dan bedoelt u natuurlijk Sinterklaas? Vooral het Zwarte Pieter gedoe eromheen, dat, ja. Toch? Ja, en hoe weet u dat, dat hij komt? Vanwege mijn kleinkinderen hou je dat wel een beetje in de gaten natuurlijk, van hoe of wat. Ja, hij komt, hè. En wie bedoelen we dan? Ja, wie bedoelen we dan eigenlijk? Nou, wie komt er? Sinterklaas. Nou, ik klap even dicht. Sinterklaas, hè? U ziet het wel met de mondkapjes. Wordt het een probleem, denk ik. Vooral wat we morgen nog allemaal ons te wachten staat. Ja, dat maakt me niet zoveel uit. Als hij met paard komt, is het ook goed. Hij komt met een paard en daarachter een koets. Nou, hartstikke leuk. Die goede Sint, hè? Ja. En hij komt ook naar Almelo. Ja, dat hoop ik. Dat het nog mag aanstaande zaterdag, hè? Dat is wel een leuk idee. Ja. En gaan jullie zelf nog iets aan Sinterklaas doen? Ja. Ja. Wij doen ook mee met... We lopen de intocht. Oh. De intocht. Jawel, een deel van de intocht. Jullie lopen mee. En zijn jullie ingehuurd dan? Ja, we hebben een vraag gekregen van iemand of we mee wouden lopen. Oké, dus dan zijn jullie in functie. Ja. En hoe herkennen we jullie, zonder nou het geheime prijs te geven? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten wij ook nog niet. De echte, hè? Ja, en hij komt ook naar Almelo. Ja, en hij heeft tegen mij gezegd. Maar wat vindt u daarvan? Hij komt niet met de boot. Nee, hij heeft een paard met de baan. Hij komt met de koets. Maar ik heb een zwarte paard, die rijdt veel beter, hoor. Veel harder bedoel ik. Dan gaat u veel harder. Ja, dan gaat u veel harder. Maar dat is ook leuk, toch? Inderdaad. Als die maar komt, dat is het allerbelangrijkste. Gaat u zelf misschien even kijken? Zeker. Zeker, ja. Ja. En gaat u zelf ook nog iets aan Sinterklaas doen? Absoluut, ja. En mag ik vragen wat u gaat doen? We hebben pakjesavond en de kinderen mogen de schoen zetten en gewoon gezellig in huis maken. En u heeft zich van tevoren al aangemeld bij Sinterklaas? Ja, tuurlijk. Maar dat heb ik in september al gedaan, want ik wil niet dat hij ons vergeet. Okay. En komen er ook pieten mee? Dat is nog even de vraag. Ja, moeten we even kijken. Maar zaterdag komen er wel pieten, hoop ik. Als het mag. Vol verwachting klopt uw hart. Absoluut, ja. Ja, maar we doen het niet. Ja, de kinderen zijn nu al best wel groot. Dus eigenlijk alleen loodjes trekken. Niet meer echt dat zoals vroeger. Hè? En dat is het dan? Ja, dat is het dan. Ja, schoenen worden ook niet meer gezet omdat ze er niet meer in geloven. Hè? Ja. Het is zoals het is, hè? Ja, wel jammer. Ja. Ik vind het wel jammer allemaal. Het is niet meer zoals het eerst was, zeg maar. Dus dan komt Sinterklaas vast nog wel. Elk jaar komt hij even binnen. Oh, hij komt altijd bij u binnen? Jazeker. Oh, dus dan boft u wel een beetje. Jazeker. Ik vind dat wel leuk. En gaan jullie zelf ook nog iets aan Sinterklaas doen? Jazeker. We hebben twee kanten van de families waar we heen moeten voor Sinterklaas. Ja, dat is wel heel leuk. Maakt altijd een magische tijd, hè. En wat is er magisch aan Sinterklaas? Het is eigenlijk een mooi excuus om bij elkaar te komen. Dat vind ik altijd heel mooi. En dat is wel magisch. Gewoon lekker gemoedelijk. Het is altijd een lekker warm sfeertje. Gezelligheid. Ja. Maar het is ook een beetje vol verwachting, klopt ons hart. Absoluut. De intocht, dat is... Kijken we even op de dag zelf of dat, lukt. Hoe het loopt. Zeg maar. Of u er zelf naartoe kunt gaan. Precies. Ja. Alleen de route wordt nog geheim gehouden. Maar kinderen zijn natuurlijk welkom, neem ik aan. Ja, dat bent u ik. Van plan te komen? Nou, dat ligt er nog eventjes aan, want mijn zoon is positief getest. Dus het hele gezin zit in quarantaine. Dus ze gaan morgen testen en als dat negatief is, dan kunnen we gaan. Gaat u zelf ook nog iets aan Sinterklaas doen? Zeker weten. We hebben gisteren loodjes getrokken. Dus we gaan zeker aan Sinterklaas doen. 6 december.
En wij zijn natuurlijk heel nieuwsgierig of u al een schoen heeft gezet. Nee, de schoen is nog niet gezet, want Sinterklaas is nog niet aangekomen.